Popescu. Heinze. Romário is bij hem in de buurt. Schepers is diep. Thal. Vincent vraagt om de bal en is geen buitenspel. Hij mag alleen door van Breukelen na 6 minuten en hij gaat scoren hoor. Ja, ja, ja. Thal wachtte het juiste moment af. Vincent zag dat de buitenspelval haperde. Sloeg op het juiste moment toe, kreeg de bal, had een zee van vrijheid. Stond absoluut geen buitenspel en het passeren van Breukelen was een koud kunstje. Koeman, Ellerman. Ontwijkt heel wat obstakels. Ja, opnieuw goed. Romário wordt niet buitenspel gegeven en scoort. En dan is het 1-1. Ja, het is lekker weer in Maastricht. Het is een mooie hemelwaartsdag. Een beetje Braziliaans. En Romário slaat toe. Na 10 minuten is het weer gelijk. Driessen. Hoort het fluitje van Bakker niet. En Romário staat weer en buitenspel wordt gezegd door de grensrechter. En Romário scoort niet. Omdat Agu naar de bal blijft kijken. MVV voetbalt, rommelt zoals het altijd rommelt als het tegen degradatie vecht. Dat is het gewend. En PSV rommelt mee. De enige die hier nog een beetje bovenuit steekt is eigenlijk Vanenburg. En die wordt in het tweede deel weinig in het spel betrokken. Ellerman legt neer voor Romário. En Romário scoort. Dat dan wel. En dat is dan toch de extra klasse van de Braziliaan. Die heel geïrriteerd aan de tweede helft begon. Ruzie zocht met Thal en dan toch zijn moment afwacht en gewoon scoort. Het goede werk weer van Ellerman. Schepers. Heinze. Linders. Libregts. Steeds meer het avontuur zoekt. Dus komt er ook ruimte voor PSV om te counteren. Romário klapt de bal erg ver voor zich uit en doet het dan weer galos. Je denkt even, goh, wat speel je die bal ver voor je uit. Maar het past allemaal precies, het is algebra. En Agu staat erbij en kijkt ernaar. PSV heeft geen zin meer en MVV kan niet meer. Driessen. Ook hij is op. Libregts is moe gestreden. Govenets moet nog kracht hebben, want die doet nog niet zo lang mee. Schepers. Nou, het is gebeurd met de echte wedstrijd, maar een kansje komt er toch nog. Nu voor Hofman. Driessen is mee en die moet scoren. En dan wordt het toch 3-2. En heeft PSV dat volledig aan zichzelf te wijten. De fout van Aarle. Hofman neemt de bal over. En bezorgt Driessen een tikkertje van dichtbij. 6 minuten nog. Heeft MVV om voor een daverende verrassing te zorgen. En een 3-1 achterstand ongedaan te maken. Driessen is dat wel van plan. Libregts. En daar is 3-3. Daar is 3-3. Het is geen buitenspel. Wat haalt PSV zich een probleem op de hals? Driessen was het die 2-3 maakte. 2 minuten later bereidt Driessen deze treffer voor van Libregts. Het is geen buitenspel. Het is 3-3. En er staan nog 5 minuten op de klok. Wat een sensatie.